Yo, welkom weer een nieuwe video. En vandaag in onze verzuringsseries zijn de schouders aan de beurt. Onze heerlijke schouderkoppen. Zoals jullie waarschijnlijk weten, onze schouderkoppen die bestaan uit drie spiergroepen. We hebben de anterior, het laterale en het posterior hoofd. Oftewel de voorkant, de bovenkant en de achterkant van de schouderkoppen. Ik heb vandaag een aantal mooie oefeningen geselecteerd. Een aantal oefeningen met ook wel wat aanpassingen als hoogstwaarschijnlijk als dat je de oefening kent. Dus zijn een beetje aangepast. Ik heb dus ook rekening gehouden dat we sowieso iedere spiergroep apart trainen. Zodat we echt het complete plaatje trainen. En dan zit er nu natuurlijk nog een oefening bij die ervoor zorgt dat we alle drie de hoofden in één keer kunnen trainen. Dus we doen ze stuk per stuk en daarna toppen we hem ook nog eens even lekker af. Ook heb ik ervoor gezorgd dat we een grote bewegingsuitslag kunnen gebruiken of kunnen vergroten als je dit vergelijkt met een traditionele schouderoefening. En natuurlijk komt ons elastiek weer eraan te pas, omdat niet altijd alle oefeningen simpelweg uitgevoerd kunnen worden met een setje dumbbells. Als we er een elastiek aan toevoegen, hebben wij 9 van de 10 keer, kunnen wij meer spanning creëren, kunnen we minder rustmomenten creëren. Dat en nog meer handige tips ga je natuurlijk zien in deze video. Vanzelfsprekend setjes, series, herhalingen, eventuele fouten, aandachtspunten, tips, tricks. We gaan het allemaal doen. Laten we lekker gaan beginnen. Oefening nummer 1, dat is een dumbbell front raise. Er zit alleen één nadeel aan deze oefening en dat is het hefboom-effect. Op het moment dat ik mijn handen recht voor mijn lichaam heb, dan heb ik een hele grote hefboom en zal die oefening heel zwaar zijn. En op het moment dat ik mijn handen naast mijn lichaam houd, dan heb ik een minimale hefboom en is de oefening niet meer zo zwaar. Het is hartstikke zonde als je nu je handen naast je lichaam hebt en je ook spanning verliest. Om die reden heb ik een bankje ingesteld op ongeveer een hoek van 45 graden. En of ik nu mijn handen recht voor me of naast mijn lichaam houd, ik zou ten alle tijde heb ik meer spanning. Een tweede voordeel aan deze variant is dat mijn bewegingsuitslag veel groter is. Ik kan nu met mijn handen echt helemaal achter mijn lichaam komen. Oefening nummer 2, dat is de Arnold press. Dit is eigenlijk gewoon een dumbbell overhead press waarbij ik mijn polsen en dus mijn armen draai. Er zit alleen wel een groot voordeel aan deze oefening. Nummer 1 is dat je schouders heel erg mobiel blijven en deze oefening zich niet alleen focust op de voorste deltoid en de laterale deltoid. Pak ze eigenlijk alle drie gelijk mee. En het tweede grote voordeel is dat wanneer ik een normale dumbbell press doe en ik mijn hand palmen naar jullie toe zal laten wijzen, dus van mezelf af, dan kan ik mijn armen iets minder diep laten zakken dan wanneer ik mijn handpalmen naar mijn lichaam toe draai. Dus als ik mijn handpalmen naar mijn lichaam toe draai, dan kan ik een iets grotere bewegingsuitslag gebruiken. Iets meer stretch op het voorste deltoid. Oefening nummer 3, dat is een dumbbell side raise. En ik heb bij deze oefening hetzelfde probleem als bij de eerste oefening. Op het moment dat mijn hand ver van mijn lichaam af is, is deze oefening gigantisch zwaar. En op het moment dat mijn hand naast mijn lichaam heeft, dan is deze oefening heel erg licht. Om die reden heb ik hem een klein beetje aangepast. En dan gaan we tegelijkertijd een isometrische plank doen. Dus we gaan op de zijkant van het lichaam liggen. En nu strek ik mijn arm boven mijn hoofd, terwijl ik ook nog een keer een elastiek in mijn hand heb. Op deze manier hebben we dus letterlijk 0,0 rustmomenten in deze oefening. En dan zullen je schouders gigantisch erg gaan verzuren. En als laatste doen we een barbell bent over row om echt dat laatste beetje energie uit die achterste schouderkop te halen. Dat zijn nog eens goede schouderoefeningen. Ik ga jullie hier in beeld laten zien. Setjes, herhalingen, etc. Zoals jullie zien, 4 oefeningen. En dat gaan we dus uitvoeren in een giant set. Zoals wij dat noemen. 4 oefeningen die wij achter elkaar gaan doen. Ga je deze workout nou doen? Laat dan even een reactie achter. Ben je nieuw op dit kanaal? Neem dan eens een kijkje op mijn kanaal. Dan kan je ook gelijk abonneren. Dit was Remmen Schultz, totalstrength.nl. Ignite your fire and grow stronger.